Welkom bij een nieuwe aflevering van deze G-Live podcast. Deze week werden in Antwerpen de 12 nieuwe finalisten voorgesteld voor de Mr. Gij Belgium verkiezing die eind mei doorgaat in Antwerpen. Wij spreken vandaag met niemand minder dan Matthias Derover. Hij is vorig jaar verkozen tot Mr. Gij Belgium 2019 en de organisator Bram Bierkens. Maar eerst maken we kennis met de eerste vier nieuwe kandidaten voor de lichting 2020. Hi, mijn naam is Kenneth, 30 jaar en afkomstig uit Sint-Niklaas. Als actief brandweerman vind ik het belangrijk om mensen te helpen, ongeacht hun geaardheid, afkomst of geloof. Anderzijds wil ik met mijn deelname de aandacht vestigen op de bestaande vooroordelen van LGBT'ers binnen de hulpverlening. Want het is heel belangrijk dat mensen weten dat er mensen helpen en geholpen te worden. I am gay. I'm a firefighter and I can save your life too. Hallo, mijn naam is Kevin, 28 jaar en afkomstig uit Sint-Joris-Wing en student verpleegkunde. Met mijn deelname wil ik het stigma rond zoals het HIV meer bespreekbaar maken. Uit mijn stageervaringen heb ik ondervonden dat het nog steeds moeilijk is voor mensen met een seksuele overdraagbare aandoening de stap naar hulp te zetten. Mijn visie is dan ook blijven sensibiliseren. Share love, be proud, protect yourself. Hallo, mijn naam is Jarno, 19 jaar en ben afkomstig uit het Haarlandse gebied de Sleeuw. Uit mijn ervaring als vrijwilliger in een asielcentrum weet ik dat uitkomen voor geaardheid in een andere cultuur niet makkelijk is. Het wordt nog te vaak als taboe aanschouwd. Met mijn deelname wil ik het stigma doorbreken en ga ik binnen opvangcentra een project opstarten om een zelfdoingscijfer bij LGBT-vluchtelingen naar beneden te halen. Different nationality, same rights. Hallo, mijn naam is Daan, 22 jaar en afkomstig uit Dendermonde. Mijn coming out is door de positieve reacties van mijn familie en vrienden vlekkeloos verlopen. Maar dit is helaas voor vele LGBT'ers nog niet het geval. Met mijn deelname wil ik taboes doorbreken en opkomen voor de nog steeds voorkomende discriminatie en vooroordelen. Want iedereen heeft het recht om volledig zichzelf te kunnen zijn. Never apologize for who you are. Bram, 12 nieuwe finalisten. Hoe is de zoektocht eigenlijk begonnen voor de nieuwe Mr. Gay Belgium? Ja, we zijn eigenlijk in augustus met de aftrap begonnen. Dat doen we altijd bij de Antwerp Pride. Dan gaan we op zoek, dan kunnen de mensen zich inschrijven. We hebben enkele maanden gecast. We hadden 95 inschrijvingen en daar zijn er 30 uitgenodigd op een nationale casting. En de 12 hebben we vanavond voorgesteld. 12 jongens uit verschillende provincies en vooral verschillende verhalen. Dat is het belangrijkste. Dus in principe, hoe oud dat ze zijn of waar ze vandaan komen, maakt niet uit, maar de boodschap is het belangrijkste. Waaraan moet een goede Mr. Gay Belgium voldoen? Ik denk dat Mr. Gay Belgium vooral een rolmodel moet zijn. Een woordvoerder, iemand die echt volop voor zijn thema kan staan. En die ook de community kan inspireren, maar ook verder daarbuiten. Een jaar geleden stond jij hier op het podium. Hoe kijk je terug op jouw jaar als Mr. Gay Belgium? Het is heel gemengd nu op deze moment, omdat je ziet die 12 nieuwe kandidaten en je gaat die een heel 4 maanden volgen en je gaat die allemaal zien groeien. En je hoopt natuurlijk dat er een, er zal ook wel echt een topper tussen zitten die mij gaat opvolgen. Dus ja, dubbel hè. Heel benieuwd naar wat ze gaan brengen, heel benieuwd hoe zij het gaan doen. Maar natuurlijk ook wel met besef dat voor mij binnen een paar maanden wel het einde nadert natuurlijk. En hoe voelt dat? Op dit moment sta ik daar nog niet bij stil. Omdat het lijkt nog zo een ver van mijn bedshow. Het voelt nu gewoon dat ik 12 nieuwe gasten heb om op te leiden. Om tips en tricks te leren van hoe dat ze een goede mister kunnen zijn. Ja. Je hebt vorig jaar gewonnen. Dit jaar heb je in een selectiecomité gezeten. Waar kijk je dan naar als die mannen allemaal voorbij defileren? Ik vind heel belangrijk hun spraakzaamheid, hoe dat ze omgaan met vragen en hun thema, wat dat ze doen rond hun thema, hoe dat ze het gaan aanpakken, want met alle thema's is iets te doen, maar het is heel belangrijk hoe zij hun thema in de kijker willen zetten, wat zij willen bereiken. Ik denk dat dat heel belangrijke zaken zijn en ik zeg het, hoe mondiger, hoe beter, hè? Ja. Zeker vandaag de dag. Ja.
Je bent een aantal jaren daarmee begonnen met die verkiezingen. Heb je accenten zien verschuiven? Tegenwoordig gaat het meer over genderneutraal zijn en transgenders die meer in de picture staan. Zie je dat ook in de deelnemers aan de verkiezingen? Ja, ik zie vooral dat er heel veel thema's terugkomen, maar ook heel veel nieuwe dingen aan bod komen. En ik denk dat het genderneutrale iets is waar we vandaag ook hard op werken. We zien dat in opvoeding, we zien dat in onderwijs, maar even goed op werk. Daar hebben we vanavond ook een campagne rond gelanceerd. Maar eigenlijk zou het overal moeten. Hè. Ik denk dat we moeten zien dat we als organisatie zorgen dat alle ladingen binnen de LGBT plus community aan bod komen. En ik probeer dat elk jaar, ongeacht dat het 12 homo mannen zijn, zich toch wel breder te trekken dan alleen dat. Ja. In het verleden waren het vooral Antwerpenaren die meededen. Dit jaar geen Antwerpenaar. Hoe komt dat? Nee, we hebben ooit jaren gehad waar we 8 Antwerpenaren hadden. We hadden heel veel inschrijvingen uit Antwerpen, maar niemand die helaas de selectie bij de laatste 12 heeft overleefd. En vroeger maakten we dan beslissing om toch iemand te kiezen die dan toch van een provincie was, maar dat misschien toch niet de beste was. En we hebben sinds 2 jaar de beslissing gemaakt. We gaan voor het verhaal, we gaan voor de beste jongens en niet meer van waar dat ze komen. Ja, mister Gij Belgium, maar helaas heel weinig Franstalige kandidaten. We hadden dit jaar 95 inschrijvingen en je mag dat gerust weten, 17 daarvan waren uit Wallonië en Brussel. En daar zijn er 4 vanuit de selectie bij de laatste 30 geraakt. En uiteindelijk is er eentje, Alexandre uit Brussel. Dus we zitten met 1 Brusselaar en helaas weinig uit Wallonië. Dus het is een warme oproep, want iedereen kan zich inschrijven. Alle jongens maken evenveel kans. Dus een oproep aan Wallonië om zich kandidaat te stellen. Mijn naam is Milan, 20 jaar en afkomstig uit het Oost-Vlaamse Deinzen. Op 16-jarige leeftijd werd ik op school zwaar gepest. Hierdoor heb ik spijtig genoeg vroegtijdig de schoolbanken verlaten. Via de examencommissie heb ik uiteindelijk mijn diploma behaald. Intussen werk ik als consultant bij Accent in een omgeving waar ik ten volle geaccepteerd en gerespecteerd word. Binnen mijn job en met mijn deelname wil ik me focussen op diversiteit op de werkvloer. Want gelijke kansen voor iedereen, dat werkt. Hey, mijn naam is Alexandra, 21 jaar en afkomstig uit Brussel waar ik een brasserie uitbreid. Door jarenlang in de jeugdbeweging actief te zijn, is mijn kinderwens aangewakkerd. Door een levenswetgeving is het vandaag de dag nog steeds bijna onmogelijk om als homoseksuele man papa te worden. Dit omwille van jarenlange wachtrijen voor adoptie en het ontbrekend wettelijk kader omtrent vraagmoederschap. Met mijn deelname wil ik deze problematiek aankaarten en bespreekbaar maken. Want papa zijn is een recht voor iedereen. Hey allemaal, mijn naam is Joren, 20 jaar en afkomstig uit het Vlaams-Brabantse Leuven. Als leerkracht naar je onderwijs in wording wil ik ervoor zorgen dat geen enkel kind zich nog uitgesloten voelt. Mijn eigen schoolperiode als geoute homo man zag er niet bepaald rooskleurig uit. En ook door mijn eigen ouders werd ik niet geaccepteerd. Nu voel ik me veel sterker en ben ik klaar om op te komen voor degenen die het nodig hebben. Want jezelf zijn is dé prioriteit. Een zeer goede avond, mijn naam is Roland Jafornik. Ik ben afkomstig uit het prachtige en pittoreske Limburgse Hasselt. Ik ben 37 jaar oud en ik ben werkzaam als regisseur. Bovendien heb ik ook een eigen productiehuisje. Ik ben vooral actief in de reclamesector. En vanavond ben ik niet hier om reclame te maken voor iemand anders, maar voor mezelf en mijn campagne. Want met mijn campagne wil ik mij natuurlijk inzetten voor de LGBT community binnen de audiovisuele media en de culturele sector. Want recentelijk zijn er een aantal zware besparingen doorgevoerd in de culturele sector en het zou zomaar eens kunnen zijn dat onze gemeenschap qua visibiliteit ergens op de achtergrond belandt. En als homoseksuele regisseur gaan we dat niet doen, hè. En daarom sta ik in dit jaar voor het B, C en D. Een blijvende, correcte, maar diverse representatie van mijn gemeenschap binnen alle media. Want iedereen verdient het om gezien en gehoord te worden. Dankjewel! Jouw thema was vorig jaar en ook dit jaar nog sport, volleybies in de sport. Wat heb je allemaal verwezenlijk op dat jaar tijd? Ja, wat ik verwezenlijkt heb, ik denk dat ik veel meer zichtbaarheid gecreëerd heb. We hebben op de Pride een stickeractie gedaan met Pass the Message en een zelfontworpen logo. We werken samen met de voetbalbond, met de Pro League. Ik denk dat zijn de grootste instanties in België. Als je zo'n zaken kunt verwezenlijken, samen met die instanties natuurlijk, als je je getuigenissen kunt delen, als je brengt zichtbaarheid in
de sport, naar de stadions, naar de mensen. Ik denk dat zo'n dingen belangrijk zijn naar de groeiende acceptatie, naar diversiteit en tegen discriminatie in het algemeen. Ja. Doorheen de jaren hebben jullie heel wat campagnes gelanceerd. Dit jaar zijn er weer twee gelanceerd. Mm-hmm. Eentje met de Pro League en de Belgische Voetbalbond. Vertel daar eens echt over. Hoe ben je daarbij terechtgekomen? Ja, Matthias is zelf een voetballer. Hij is zelf actief voetballer. En ja, dan vonden we het ook wel belangrijk dat we daar toch weer een signaal gingen geven. En dan is er een campagne, Football for All. Eind februari is er een weekend waar wij zelf de regenboogbanden en kapiteinsbanden en vlaggen gaan verspreiden over alle 24 Pro League clubs. En gaat Matthias ook in dat weekend aftraps doen om nog meer zichtbaarheid te geven en een verhaal te vertellen. En dan vonden we een samenwerking met Pro League en de Voetbalbond heel belangrijk. En niet alleen samenwerken, maar ook een spreekbuis zijn. En vandaar dat Matthias nu vanaf deze maand ook effectief het contactpersoon voor de Voetbalbond, dus de federatiebond, gaat zijn. En dat vind ik heel erg belangrijk. Dus ja. Nu, binnenkort, het diversiteitsweekend op de Pro League. Wat houdt dat precies in? Dat betekent eigenlijk dat de matchen van de 28e en 29e februari worden door de allereerste en tweede klasses de thuismatchen gespeeld met de cornervlaggen van, in de kleur van de regenboog, plus de kapiteinsbanden. Dus wordt gedragen door elke ploeg. Maar dat gaat ook veel verder naar gewoon provinciaal voetbal. Ploegen kunnen pakketten aanvragen om ook dat weekend met de kleur van de regenboog te spelen. En vorig jaar waren die pakketten echt op een dag uitverkocht. Dit jaar zijn er een pak meer en zullen ze ook allemaal de deur uitgaan. Plus daarboven, zoals eerder verteld, ga ik naar de clubs zelf de pakketten overhandigen om te spreken met die spelers, om hen te tonen van kijk, het is inderdaad niet enkel die een band dragen, maar je moet hem wel dragen met de onderliggende boodschap. Niet zomaar een andere band dragen omdat hij u gegeven wordt. Dat ze inderdaad weten waarvoor de alles staat. En ik ga dan ook de aftrap geven van Waasland Beven Anderlecht. Als Anderlecht supporter is dat natuurlijk alleszins plezant. Maar nee, ik bedoel, dat is heel belangrijk om toch die diversiteit naar stadions te brengen. Ik besef ook, dat gaat ja, heel moeilijk zijn. Hè. De supporters gaan daar volgens mij niet met open armen ontvangen. Maar je toont wel aan veel mensen van, kijk, het kan ook op die manier. Ja, tegenwoordig zal het voetbal iets minder positief door die spreekoren. Meer bepaalde uitspraak, alle boeren zijn homo's. Klopt. Hoe sta jij daar tegenover? Ja, dat is een hele moeilijke. Hè? Ik ga niet zeggen, het hoort bij het voetbal. Maar dat zijn dingen die groeien van vroeger. En de spreekoren daarentegen, veel supporters roepen die spreekoren, maar beseffen niet de impact daarvan. Veel mensen in het stadion doen mee. Maar begrijpen niet dat je daardoor heel veel mensen kwetst. En dat is hetgeen dat naar die mensen duidelijk moet gebracht worden. Kijk eens wat je allemaal aanricht met die spreekoren. Het gaat niet zozeer om het spreekoor op zich, maar om de schade die zij bij de desbetreffende gasten aanrichten. Ja. Dat is het grote probleem. Hebben jullie dat ook aangekaart met de Pro League en met de Voetbalbond? Ja, dus daarom ook nu dat er een handleiding is, dat er structurele ja, regels zijn hoe dat we die spreekoren tegen discriminatie kunnen aanpakken. In het algemeen, hè, naar mensen met een andere geaardheid, naar mensen met een andere origine. Dus discriminatie in het algemeen in het voetbal. En ja, het is en blijft een heel moeilijk thema. Hè, maar wel een thema om heel hard aan te werken. I was team captain at LA Galaxy. Openly outed, Robbie Rogers was part of my team. Never have you made a difference. Everyone is equal. I was a boxer. I will always fight against discrimination. As a referee, I want to end the taboo of all LGBT people in the sports world. We have to act against racism, against discrimination. Sports should be about sports. Especially in sports, you should feel 100% you and accepted. In a perfect world, it shouldn't be necessary to come out. Unfortunately, we live in a world full of stereotypes, also within sports. Athlete, supporter or coach, everyone is a part of the team. We still need role models in the sport world and actions like this. Share, spread and support as far and as much as you can. Sport for all. That's why I support Sport for All. I support Sports for All. I support Sport for All
100%. I support sport for all. I support sport for all. I support sport for all. Together, we can make a difference. Als voetballer ligt voetbal natuurlijk jou nauw aan het hart. Maar vandaag ook een andere campagne gestart, Sport for All campagne. Wie werkt daar dan allemaal mee en wat mogen we daarvan verwachten? Dus ja, zoals je gezien hebt, verschillende sporters. Kijk maar naar Ann Wouters, die nu toch naar de Olympische Spelen gaat met de vrouwenbasket. Ja, en Jelle van Damme, die ex-Rode Duivel is, nog altijd voetballer is. Een Olympische kunstschaatser. Ik bedoel, dat zijn allemaal... En Freddy de Kerpel, Daniela Sommer, dat zijn mensen die iedereen kent. Als je zo'n mensen aan boord kunt halen om een campagne en om zich daarvoor mee in te zetten, dan getuigt dat van ja, heel veel goede bedoelingen van die mensen en die gemeenschap. En er zullen heel veel, ik hoop dat er heel veel andere topsporters ook gaan volgen die campagne gaan delen. Maar ik ben er wel overtuigd van, want je hoort heel vaak als je mensen contacteert, een Tom Boon en andere mensen, ja, heel graag om daaraan mee te werken. Maar ja, planningsgewijs is dat soms allemaal heel moeilijk. En als je dan zo'n video kunt delen, als die dat allemaal kunnen meepakken, denk ik wel dat dat een schot in de roos zal zijn. Ja. Sport, belangrijk, maar ook Mr. Gij World, verkiezingen belangrijk. Je stuurde al enkele jaren een deelnemer daaraf, naartoe. Dit jaar in Zuid-Afrika. Wat is het belang van die verkiezing? Ja, ik denk dat we in België al ver staan op vlak van wetgeving en algemene tolerantie. Hoewel dat we nog heel veel punten hebben die anders en beter kunnen. Maar internationaal is het soms echt gewoon schrijnend. En als je dan die verhalen hoort en je kan dan als land, als België, laten zien dat er eigenlijk op een paar jaar tijd heel veel veranderd is, ook hier bij ons. Dan kan dat eigenlijk een voorbeeld, stimulans en vooral een hoop zijn voor heel veel landen dat het ooit in hun ook zo gaat zijn. En vandaar die warme oproep elk jaar opnieuw om die internationale deelnames te blijven doen. Omdat wij gewoon eigenlijk een soort van hoop zijn voor vele landen. En ja, Zuid-Afrika is überhaupt het enige en eerste land waar je in heel Afrika gay en lesbienne en biseksuele aanvaard wordt in grote lijnen. Dus in de rest is het zelfs in totaal bijna onmogelijk. En dat geeft toch wel een bijzonder karakter aan die locatie, Zuid-Afrika, Mr. Gay World. Ja. Voor jij Mr. Gay Belgium Sjerp gaat overgeven, nog één belangrijke opdracht van ons land vertegenwoordigen in Zuid-Afrika. Ja. Dus Mr. Gay World, wat verwacht je daarvan? Goh, wat ik daarvan verwacht, the sky is the limit zeker. Hè? Nee, we gaan alleszins naar Ginder met een specifiek doel. En dat is de eerste Mr. Gay Belgium worden die Mr. Gay World wint. Anders zou ik ook niet naar daar gaan. Dus ja, wat verwachten we? Zo hoog mogelijk te eindigen. Hè? Welke campagne neem je mee naar daar? Ja, de campagnes met betrekking de Sport for All en de Football for All. Die campagnes nemen we sowieso mee. En gaan we ook proberen op Europees en op wereldvlak, omdat voetbal en sport is een mondiaal gegeven, om die door te trekken en niet enkel België, maar ook naar de wereld. Ben je speciaal aan het voorbereiden daarvoor? Speciaal dieet volgen, extra uren in de sportschool of zo? Laten we stellen dat ik toch iets meer naar de fitness ga gaan en toch een aangepast voedingsschema zal volgen. Matthias gaat naar de Mr. Gay World, maar een vorige Mr. Gay Belgium, Raf, die gaat naar de Mr. Gay World All-Stars. Hoe voelt dat? Ja, het is een beetje zoals bij RuPaul Drag Race. Hè. Ook daar zijn de All-Stars. Ja, ik denk dat die jongens, zoals Raf, de afgelopen jaren ook niet stil hebben gezeten. Ook blijven inzetten op diversiteit in andere projecten. Dat is bij Raf ook het geval. En ik vind het heel leuk dat die een beetje gaan battlen om daar bijna de mister der misters te worden. Dus het is meer, denk ik, ook een ludiek statement om te laten zien dat het vooral gasten zijn die al nog heel veel gedaan hebben en blijven zijn gaan in die sector. En ja, ik hoop gewoon, ja, we hebben nu twee jongens die we kunnen inzetten, dus we hopen nog één van de twee titels misschien dit jaar mee naar huis te nemen. Raf heeft het in zijn jaren heel goed gedaan natuurlijk. Hè? Ja, hij is toch wel Mr. Gay Europe geworden en derde op Mr. Gay World. Dus vandaar dat bij het bestuur ook meteen de keuze lag om Raf als kandidaat uit te zenden bij de eerste All-Star. Omdat hij ook de eerste en enige was die zo ver geraakt was. En we hopen dan ook dat de resultaat alleen maar beter kan worden. Ja. Wordt die All-Star ieder jaar georganiseerd vanaf nu? Dat is iets dat nog niet bekend is. En ik denk dat het nu een eerste keer is. En ik denk dat dit is dat toch wel gaat terugkomen. Maar daarom misschien niet volgend jaar. Hoi, mijn naam is Glenn, 26 jaar en afkomstig uit het Limburgse Veld. Ik werk als schrijnwerker en heb een passie voor mindfulness.
In mijn nabije omgeving heb ik wel gemerkt dat in de LGBT-community drank en drugs toch dichtbij liggen. Enkele jaren geleden hebben we ook een goede vriend van mij verloren aan drugsverslaving. Dus met gerichte acties en mijn deelname bij Mr. Gay Belgium wil ik dit probleem bespreekbaar maken. En zo hopelijk andere mensen deze pijn te besparen. Want drank en drugs zijn nooit de oplossing, maar worden het probleem. Hey, mijn naam is Aaron, 20 jaar, woon in Gent en ben student aan Gwen Nieuwtenberg. Voor mijn outing voelde ik me alleen en onzeker, omdat het in mijn omgeving niet bespreekbaar was. Door het vinden van een rolmodel vind ik mijn coming out soepeler en eenvoudiger. Jammer genoeg liggen nog veel mensen in de knoop met wie ze zijn en hebben ze angst om over hun gevoelens te communiceren. Daarom wil ik net zoals mijn rolmodel een inspiratiebron zijn. Met behulp van bestaande instanties wil ik coming out ervaring meer bespreekbaar maken. Find yourself, be yourself, love yourself. Hey, mijn naam is Thomas, 22 jaar en afkomstig uit Limburgse Lobo. Nog steeds mogen mannen die seks hebben gehad met een andere man in België voor 12 maanden lang geen bloed geven. Hoewel de instanties het gewoon huis jaarlijks op zoek gaan naar nieuwe doen worden. Met mijn deelname wil ik deze regels versoepelen en veranderingen brengen. Want ook mijn O-negatief bloed kan jouw leven redden. Hallo, mijn naam is Jeroen. 23 jaar, afkomstig uit Roeselare en woon te Ieper, waar ik werk in de verkoopsector. Ik ben gelovig en weg dat in de katholieke groep nog een grote tweestrijd heerst. Deze groep staat voor zij wie wil zijn, maar helaas spreekt de praktijk dit vaak tegen en worden LGBT'ers amper tot niet geaccepteerd. Met mijn deelname wil ik de blik van de katholieke kerk verruimen, zodat iedereen kan deelnemen aan hun activiteiten, ongeacht hun seksuele geaardheid. 23 mei, de grote finale. Wat mogen we verwachten? Ja, ik denk dat we geprobeerd hebben om elk jaar een hele mooie show neer te zetten. Veel dans, veel spektakel. Maar vooral veel boodschappen, veel campagnes. En het gaat een mooie rode draad zijn van entertainment, maar ook van een feest van diversiteit. Dus mensen moeten ook graag willen luisteren naar de verhalen die onze jongens te vertellen hebben. Maar daarnaast ook een feestje willen bouwen. Dus we hebben veel juryleden elk jaar een beetje een overrompeling van mensen in een zaal, feestgedruis. En het is dezelfde dag van de Brussel Pride in Brussel. Dus ik zeg altijd, het feest start in Brussel en eindigt in Antwerpen dit jaar. Wat ga je nu binnenkort het meeste missen als Mr. Gay Belgium? Oh, het meeste missen? Ja, ik denk het gevoel om veel te kunnen betekenen voor jonge mensen. Ik bedoel, ik vind niet, en missen is een groot woord, omdat ik heb niet het gevoel dat het stopt na 23 mei. Ik ga nog steeds aanspreekpunt blijven van de voetbalbond. Ik ga nog steeds me blijven inzetten voor dingen in de sport en in de voetbal. Dus ik heb zo niet het gevoel dat dingen zijn die gaan stoppen. Ja. Ga je het achter de presence zijn, geven, missen? Dat is waarschijnlijk het meest vermoeiende deel van jouw titel. Maar vermoeiend is veel. Het is heel tof om al die premières te doen, al die evenementen te doen. Je komt op plaatsen waar je anders nooit komt. Dus dat zijn ook zaken die ik in de toekomst, ik moet dat wel beseffen. Ja, ik ben naar de Mias geweest, ik ben naar de Story Awards geweest. Ik moet beseffen, volgend jaar ga ik daar niet meer staan. Dat zijn inderdaad momenten die heel spijtig zijn, maar je moet ervan genieten als je er bent, vind ik. En je moet ervan genieten van je jaar, je moet de dingen aannemen en grijpen, alle kansen grijpen die je krijgt. Maar ook wel gewoon nuchter zijn, het is maar een jaar. Ik denk, als je met die ingesteldheid alles beleeft, dat je het ook beter kunt plaatsen dat volgend jaar niet meer gaat meemaken. Ja. En zeg nooit nooit. Hè. Ja. Hoe is dat te combineren met jouw professionele leven? Ja, we gaan er zeker en vast niet om liegen. Hè. Ik bedoel, ik heb een heel drukke job bij PwC. Maar natuurlijk, je haalt heel veel vreugde, heel veel enthousiasme en heel veel voldoening uit zo'n projecten. En mensen die zeggen, je bent supergoed bezig en ik snap niet hoe je dat combineert. Dus je haalt daar heel veel enthousiasme en voldoening uit. En ik denk dat de zaken zijn die je dan in moeilijke periodes ook meeneemt. Ja. 12 finalisten nu, bekendgemaakt. Is er iemand die jouw voorkeur heeft? De standaardvraag.
Ja, ik zou zeggen, ik wil geen standaard antwoord geven, maar ik vind het heel moeilijk. Ja. Omdat, ik ken de jongens nu ook al ondertussen 3 weken. Ze hebben allemaal hun kwaliteiten, allemaal hun zwaktes. Het gaat te zien zijn wie dat hun zwaktes het minst kan laten uitblijken en wie dat zijn sterke kanten het meest in de verf kan zetten. Tot zover deze aflevering van onze G-Live podcast over Mr. G Belgium. Nog even meegeven dat op 23 mei de grote finale doorgaat in het theater Elkerlik in Antwerpen en dat je kaarten kan bestellen via de Mr. G Belgium site daarvoor. Alvast bedankt voor het luisteren. Laat ons weten wat je van deze podcast vond via onze Facebookpagina. En tot een volgende keer.